Er werd dinsdagavond druk gebouwd aan de schaatsbaan op het Marktplein in Wijk en Aalburg. Het is de tweede keer dat de winkeliersvereniging Hart van Aalburg dit organiseert. Tot en met 15 december zijn er diverse activiteiten. 4 dagen schaatsplezier met allerlei activiteiten, optredens en als hoogtepunt eigenlijk de Moonlight Shopping aanstaande vrijdag. En wat is de Moonlight Shopping? De Moonlight Shopping is dat we een kerstmarkt hebben, een kleine kerstmarkt in de galerij. En alle winkels zijn open, in ieder geval de leden van Hart van Aalburg, tot 's avonds 10 uur. En nu hebben jullie ook nog een goed doel. Goed doel hebben we ook. Vorig jaar hadden we ook voor het eerst een goed doel bedacht. Dit jaar is het Park Veldzicht geworden. Deze hebben we aangeschreven of hun open stonden voor het goede doel tijdens het evenement. En die hebben er enthousiast op gereageerd en er zijn leuke ideeën voor bedacht. En het geld wordt besteed eigenlijk voor het Park Veldzicht en dan een educatief kabouterbos. Wanneer beginnen de activiteiten hier? Morgen om 1 uur gaat de schaatsbaan open. Dan is het open voor de kinderen, voor het publiek. S'avonds hebben we disco schaatsen waar de jeugd ook op afkomt. Donderdag komen de scholen schoolschaatsen, dus dan is het overdag tijdens de schoollessen wordt er geschaatst. En vanaf 3 uur is het weer open voor het publiek. Donderdagavond hebben wij samen met de ondernemersvereniging een netwerkborrel op het programma staan. Winkeliersvereniging Hart van Aalburg die valt onder de ondernemersvereniging. En zo is het ook eigenlijk samen gegaan om toch zo'n netwerkborrel te organiseren. En vrijdag begint eigenlijk om 4 uur de Moonlight Shopping tot 's avonds 10 uur. Met 's avonds nog een optreden van de Maasmaat uit mijn hoofd even. Het koor? Een koor in ieder geval, dat woord zocht ik. En dan hebben we zaterdag eigenlijk heel de dag de schaatsbaan open. Met 's avonds ook nog 2 koren, het christelijk mannenkoor en nog een koor uit Werkendam. Dus eigenlijk een vol programma. Is het ook niet belangrijk om de mensen bijvoorbeeld hun kerst inkopen bij een lokale ondernemer te laten doen? Ja, daarom luidt onze slogan van de winkeliersvereniging ook wees loyaal, koop lokaal. Dus bestel niet op internet, maar gewoon lekker bij de winkeliers en hou de winkeliers in stand, zeg maar.